Ok, même copito. Vijand, dat zijn wij, de mensen. Wij doen daar in rap tempo de bossen kappen. De gorilla's die we tegenkomen, die doden we.
verstoppen we eigenlijk tussen het hout om later in de grote stad als bushmeat te verhandelen. En er zit nog een heel groot nadeel aan het leefgebied van deze dieren. Er zit namelijk een stofje in de grond, dat heet coltan. En bijna iedereen die hier staat, ikzelf ook, maakt me eigenlijk schuldig aan het gebruik van coltan. Want het zit in een telefoon, in een gsm. Nou, het zorgt er eigenlijk voor dat zo'n gsm steeds moderner en geavanceerder kan worden. En sinds kort zijn we erachter dat het stofje ook recyclebaar is. Nou, voor de mensen die me hier net door de struiken hebben zien lopen, die zagen dat ik wat enveloppen bij me heb. Nu is eigenlijk mijn oproep aan jullie, kom na afloop van de voedering even zo'n envelop bij mij halen. Stop daar die oude gsm in, die ergens ver in zo'n la ligt weggestoken. Stop die daarin, stuur hem kosteloos op naar Gaia Zoo. En zo dragen jullie jullie steentje bij aan het natuurlijke leefgebied van deze dieren. Nou, inmiddels zijn nog steeds die lalle gorillas hier, dus ik ga gewoon verder met mijn praatje. Op dit moment krijgen ze van mij wat ui en wat wortel te eten. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat deze dieren vandaag te eten krijgen. Dus om jullie een beetje in beeld te laten schetsen van wat deze dieren op zo'n dag als vandaag eten. Nou, ze beginnen elke ochtend met een gorillabal. Nou, wat is een gorillabal? Dat is een bal met allemaal voedingsstoffen, vitamine, mineralen, noem maar op, die wij zelf maken. Die krijgen ze elke ochtend eigenlijk als ontbijt. Daarna gaan ze naar buiten. Op het eiland lagen vanochtend met vers gesnoeide takken klaar. Ik heb ook nog wat strooivoer verdeeld. Dat zijn maïspitjes, zonnebloempitjes, rozijntjes, nootjes, noem maar op. Dan zijn ze 's ochtends wat bezig met het zoeken naar hun eten. Nou, vanochtend bij de eerste voedering hadden ze witlof en wat knolselderij. Nu dus die ui en wat wortel. Straks krijgen ze nog wat meer groente, paprika onder andere. En ze eindigen de dag altijd met wat andijvie en apenbrokken. En in die apenbrokken zitten andere voedingsstoffen die niet in die gorillabal zitten. En al met al eet zo'n zilverrug zoals Makula, hij zit daar, eet ongeveer 10 à 15 kilo per dag. Nou, dat lijkt enorm veel, maar in het wild hebben ze natuurlijk niet die gorillabal en niet die brokken wat we hier hebben. Dus ze eet zo'n zilverrug makkelijk 20 à 30 kilo per dag. Nou, ik zie dat inmiddels